Hallo kijkers van Shinespike, een nieuwe aflevering van Harry Potter Generation met Rusty. Ja, ik mag waarschijnlijk naar de slang. Weet je wat Nando zou zeggen? Kut, wacht, dan heb ik hem eraf gehaald. Wacht, geef me even. Bakery. Inderdaad, dat zou Nando zeker zeggen. Ik had per ongeluk hem eraf gehaald. Ik klikte de knop in om ze ook weg te halen. Oeps. Maar ja, gelukkig heb ik hem opgeslagen als preset, dus dan kan ik hem zo weer erbij pakken. Zeg, als het goed is, mag ik nu naar de basilisk. Hoop het zo erg. Kunnen we deze game ook afsluiten, Milan? Ja. Oh, nice. Oh, je bent ook met... Oh, nice. Oké. Leuk. Wat was je, Ron? Oh? Was je dood gegaan? Ja, ik viel in de afgrond. Ah. He's been petrified. Altijd die Ginny die voor moeilijkheden zorgt. Ja, en vervolgens wordt het zijn vrouw. En nu? Ja, je bent al... Ja, je moet... Nee, ho. Ja, ho. Daar? Ja, ho. Waar zit je? Ja, hier. Andere, ja, linkerkant. Ja, daarheen, ja. Wat is dit een saai stuk, zeg. Holy shit. Ja. Dit is die answer. Kijk, daar is die. En nu? Rechts. En dan kun je door. Je moet wel weer er doorheen lopen. Ja, dat snapte ik. Alleen die kutspinnen, die doen mij pijn. Ik moet zeggen, maar de school heeft wel een hele grote rioleerpijpen als die slang er doorheen kan. Echt, hè? Entrance of the chamber. Ja, ze krijgen het besef. Ik mag naar de basilisk. Lekker. Waarom moet ik heen? Ik moet eerst iemand anders. Rescue Ginny. Find the entrance to the... Oké. Okay. Ja, maar Ginny is in de geheime kamer. Okay, waarom gaat die camera zo verkeerd? Omdat het deze game is. Fair enough. Kijk, nu gaat Aragog naar beneden. Lekker. En nu moet je tegen hem vechten. Oh, de spreuk die je moet hebben is Incendio. Dat is het enige gesprek die je nodig hebt. Fijn. En... vuurtje erbij. Oké, je moet wachten tot de Aragorn ja, en... Oh, oké. Okay. Dit is hem toch, ja. Nee. Oké. Okay. Oh! Oh, nice. Ja, ineens zet hij... Ja, maar het positieve is wel, als hij sprintje trekt, hij loopt hetzelfde patroon. Dus als jij een andere kant op loopt, volgt hij niet. Nee, dat is maar graag, hè. Ja, anders is het Pimpappels. Oh, it's you, Harry Potter. Zeker. It happened right here. Oh. Het was een jongen in de dames wc. Oh nee. Dat mag best. Oh. Zeg, wil jij je eigen tijd doen, Milan? Moet jij helemaal zelf weten, hè? Maar... Oké, dit was echt een hele simpele fight. Ja, klopt. Hi, dat is een...
Go on, Harry. So... Wat zei ik nou? Dat mag, kan je niet zeggen op YouTube. Ik zei letterlijk open nu! Ja, ja. Leerens. Oh, een basilisk. Wacht, meteen al daar? Wat? Je gaat mij niet vertellen dat ik meteen al hier ben. Ja. Oké, okay, laat me de game saven. What? Dit zou zomaar dus de laatste aflevering van deze game kunnen zijn. Oké, okay, wacht. Hè? Sesam, open nu! Ashasa. Oh mijn god, je bent er al meteen! Schiet wel lekker op. Ja! I went to look for Hermione. Maar ik had ook net een foto via. Ja, ik wil met jou een stuk doen, Milan, in deel 3 echt. Dat, ik ben benieuwd hoe jij dat gaat aanpakken. En wel welk stuk, want ik heb best wel veel ervan gedaan. De prefects met trollen. Je hebt daar toch ook van die harnassen met zo'n paarse... Ja, maar die zijn best makkelijk. Ja. Ho. Ja, maar voor, ja, je moet... Het enige voor je die dag hebt, is om de wedstrijd tegen Zwadrecht te spelen. Meer niet. Leuk. Het Great of Hagrid. Doe eens even naar liefde Hagrid. Ja, daar, en dat doet maar gewoon, hè. Echt niet te geloven. Oh, jij shocker. Slytherin, no way! Wow, dikke burn van Harry. Dumbledore. Oh, I must have slept in. Oh no. Arnar, I must have slept in, Arnar. Against the famous Harry Potter. Harry Potter? Hey, Felix. Hi, slang. Die Felix is er al gewoon. Lekker, Felix. Oh, hij maakt hem al meteen blind. Lekker, Felix. Nou, uitgespeeld. Oh, wacht. Oh, ha. Oh, nee, wacht. Toch niet. Huh? Oh, ik heb ineens een zwaard. Oké. Okay. Hoe werkt dit ding? Volgens mij moet je die opladen en dan schieten. Kan dat? Of is dat in deel 2? Even in de PC-game alleen. Hi, Harry. Big match against... Hi, Harry. Mijn zwaard. Ready. My blade. Ik heb niet zo heel veel health meer. Nee. Hey, Felix, doe jij toevallig iets van... Een helende tranen of zo? Ja, helende dingen of zo. Iets waardoor ik mijn helft terugkrijg. Ja, wat nou, kill him. Moet hij komen dan, ho? Vuile bitta. Oh, au. Je bent dood. Oké, wat rusten. Say coming down. Oh, er is ook echt een cutscene als je doodgaat. Anyway, Harry. You'd better get a move on. The match. Wat? Was het de bedoeling dat je ze doodgaat? Oh. Nee, ja, er is een cutscene als je doodgaat. Wat? Wat wil kanker al? Ah, natuurlijk, omdat Harry Ginny niet gered heeft, is Ginny ook dood. Bro, hij terugkwam, oké. Ik zeg wel wat flippen. Bakery. Lekker, Nando. Hé, hey, Milan, pas op, rechts voor jou. Hé, hey, Harry, wil jij ruilen? Lul. Nee, ik wil dat je me met rust laat, vuile bitta. Wacht, ik zie... Huh? Hé, hey, slang, wil jij dood? Auw. Oh. Dat ding raad je gewoon voor een kwart. Mag ik mijn zwaard terug, alsjeblieft? Never. Oh, ik heb ook geen spru... Waar is mijn staf? Die heeft
Martin Vlijn gejaagd. God dang it. Zo zijn Martin Vlijn, hè. Oh, daar is hij. Die Harry Potter. Oh, nee. Rennen! Oh, hij staat te ver weg van hem af, oké. Okay. Waar is die? Oh! Oké, kop eruit dan. Oké, hij heeft nu net zoveel helft als ik. Ja, hij heeft iets meer. Ja, dat is... No shit, Tom! Wie meent het? Ginny is dying. Ja, dat doet hij zelf, als hij nou even een stokje voor zichzelf steekt. Kost ja. Ons weer, scheelt ons weer moeite. Huppatee! Oké, dat was snel. Oh, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Save Michael Rivendor! Wacht, daar ligt een pumpkin bestie! Never! Never mee! Ik wel! Oké, Felix dropt dus wel healing items. Vuile Felix. Dat is om te weten. Ja, maar ja, die slang doet jou meer damage dan dat hij dat pompoen een taartje teruggeeft. Oh, nog één keer. Nog één keer en dan heb ik hem. Give me that sword. Oh ja, nou komt hij sowieso door het midden. Hé, hoezo? Hij is sowieso de erfgenaam van Zwalderig. Ja, kan niet anders, hè? Pak hem! En zo, Slytherin wins the Quidditch Cup. Harry. Gezondheid. Maar blijf dat beetje spugen. Harry, laat zien dat jij de beste bent in zwerkbal en in het killen van de slang! Lekker in. Lekker in the wing. Never mind, Harry. There's always next year. Never mind, Harry. There's always next year. Hermione wasn't at the match. No. So, and that was... She's probably got her head stuck in a book somewhere. And that was not. Anyway, I'm worn out. I'm off to bed. Oh, Mia, wacht. Ron heeft nog een boodschap voor je. Hey Harry, wil jij ruilen? Vermoeiend. Ben jij toevallig Sandring? Want jij bent vermoeiend. Gryffindor. Dat is gewoon gemeen. Maar wel waar. Hufflepuff. Ja. Ravenclaw. Harry! Ron! Hermione! Hoe voel je je? Tantoe slecht. Oh nee! Wat erg! Arnar! McGonagall heeft het examens gekend voor dit jaar. Die MacG toch? Oh nee. Ja, wacht, ik wil eerst even... Oh, ja, oké. Okay.
Ja, ik heb een 400... Ja, ik denk wel dat ik win. Ik heb een 461 tegen 300. Lekkering. Waar moet je dan naartoe? Ik moet naar de grote zaal. Oké. Okay. Ik moet alleen nog even saving. Hey, Becky! Your father would have been very proud. Dankjewel, Becky. Oké. Zo, wat een lege zaal. Ja. Ed, Hogwarts. It's because I understand parcel tongue. Harry, do you think Ginny might be in the Chamber of Secrets along with that flipping big snake? McGonagall said they searched everywhere in the chamber is. We've got to find her. Okay. Oh yeah, krijg jij nou de housecup? Ja, ik heb de zwerkbalbeker, housecupbeker. En ik heb de basilisk gedood. Lekker, hè. The entrance to the Chamber of Secrets. What if it's a bathroom? What if it's in Moaning Myrtle's bathroom? Okay. So what do we do? Wat doet iedereen in zijn kantoor van Perkamentus? Chillen. Oh, hi Felix. Lekker Felix. Ginny! Zal het die wel een anderhalf uur tegen hun lopen babbelen? Nice. Nou, gelukkig hoeven wij daar niet bij te zijn. Verdikken me, joh. Verdikken me, verdozen me. Ja. Waarom kijkt iedereen zo verbazingwekkend? Dat weet niet, man. But how did you get out alive? Magische poeder. Oh, dat kan ook. Ja, loyaliteit en vriendschap. Ik denk dat magische poeder een logisch antwoord is. Ja, en courage. Nee, magische poeder. Oh. Oh, it's you, Harry Potter. What do you want this time? To ask how you died. Ja. Oh, it was dreadful. It happened right here. Jezus, zijn er al wel credits of hoe lang moeten we nog wachten? Bij jou of bij mij? Nee, bij jou. Oh, ik krijg hier nou te zien, Harry was truly the boy who lived. Dus ik denk dat credits komen in 3, 2, 1. Wow. Wow, ook echt gewoon. Oh, dat betekent dat Rusty het tweede spelletje heeft gewonnen. Yeah! Wat betekent dat het 2-0 staat en ik denk dat je daarvoor wordt beloond door Nando. Door Nando? Ja, Nando vindt het namelijk... Je kan... Ja, goed zo. Ja, ik moest even nadenken. Dat was deel 2. En ja. We gaan de volgende aflevering, hoe verwacht je het... Naar deel 3. Zo heel ver was ik uiteindelijk nog niet achter jou geëindigd. Het viel best mee. Nee, want je moet zeggen, je bent nou bij dat ding. Je bent nou bij de slang. De volgende aflevering gaan we deel 3 doen. Deel 3 is een stuk langere game. Dus ik ben benieuwd hoeveel afleveringen daar weer bezig zijn. Maar in ieder geval, gefeliciteerd Rusty. En tot de volgende aflevering. Adios, amigos.